Hi, welkom terug op dit kanaal. Mijn naam is Zen Kay, maar je mag me gewoon Zen noemen. Z-E-N. Zen. Leuk dat je kijkt. Als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet dan niet te abonneren en deze video te liken. Abonneren is gratis, by the way. You need to learn about me. I can tell you're talking to me. We should make some time to drive in. Het is momenteel 11:30 en het is zaterdag vandaag. En Genoa en ik die gaan zo richting de stad. We gaan een beetje shoppen. En nog een kleine rewind naar de lash lift die ik had gedaan. Ik had er helemaal niks over verteld. Maar ja, ze zijn er. Ik heb dus nog geen mascara op gedaan. Maar ik ben er tevreden over. Het is natuurlijk niet die volume die ik heel graag wilde hebben. Dat is gewoon iets wat ik... gedurende de tijd gewoon, ik moest het gewoon echt, mijn wimpers moeten gewoon lekker gaan groeien. En ik moet gewoon veel mascara opzetten. En als je heel dichtbij bent en inzoomt, dan zie je dan wel echt die volume, al een beetje, die kleine volume. Ja, ik heb ze gewoon verpest door elke keer die wimpers te plakken, die one by one of wat het ook was, wat ik heb geplakt. Voordat we de stad ingaan, heb ik nog eventjes twee pakketjes. Eén van Loafies of Loafies en een van Wyomi Skincare. Nou, laten we ze even uitpakken. Dankjewel, mooi, de agency. We hebben een lief kaartje gekregen van ze. Hi Seneca, hopelijk bevallen de Wyomi Skincare producten. We kijken uit naar de leuke samenwerking en zijn erg benieuwd naar de content. Thank you. Mooi, de agency. Ik heb dus een Instagram samenwerking met Wyomi. We hebben afgesproken 3 stories, dus 3 story frames waarin ik de producten ga laten zien en een korte review daarvan. Dus ja, ziet er wel heel leuk uit, by the way. Nou, dat ziet er leuk uit. Nou, we hebben dus hier een Empower Me Skin Serum. We hebben een Spirit Sparkle Night Cream. Nou, de bedoeling is dat ik dus echt een story content ga maken. Maar ik vind het wel leuk om de unboxing met jullie te doen. Oh, dit is wel echt een hele grote Oil Milk Soft Skin Cleanser. Dit is dus waarschijnlijk om je gezicht helemaal schoon te maken. Nou, ik vind het wel een heel mooi flesje, by the way. Skin toner, een gentle skin toner. Ziet er ook goed uit. Een skin energizer exfoliator. Ik heb sowieso eentje nodig. Dus, je ruikt helemaal niks. Het heeft dus geen geur. Dat is op zich wel goed. Dus het is geen parfum of zo. Nou, dit wilde ik nog wel eventjes zien. Volgens mij heb ik dit echt nodig. Ik heb dus echt een vette huid. Dus ik ben benieuwd hoe deze serum is. Want je kan hem voor als dag- en nightcreme gebruiken. Nou, dat was dus de unboxing van Wyomi Skincare. Nou jongens, we zijn in de garage van de Bijenkorf. En dan gaan wij eventjes nieuwe schoenen. I'm going outside with them. At least I don't have to touch glass. Okay, let's go. Ik heb trouwens ook nog een paar spullen bij die ik terug moet brengen. Dus dat ga ik ook meteen doen. Maar eerst even de nieuwe sneakers halen. Gino en ik dragen tegenwoordig ook dezelfde maat. Ja, 36 en ik draag maatje 38. We gaan dezelfde schoenen halen. Spannend. Ik heb geen zwarte schoenen. Ik wil deze wel. Je wil die? Ja. Dan heb ik wel tenminste een zwarte schoenen. En ik vind het wel een beetje goed. Balenciaga's. Is het ook lekker? Ja. En gaat nu kijken hoeveel het kost die schoen die jij zo graag wilt. 800.
En hoeveel is je budget voor vandaag? 300. Zijn we hier waar ik voor gekomen ben als X. Dus let's buy. Jongens, we waren gewoon helemaal verkeerd. Dit zijn dus echt de kindermaten. Dus dan heb je waarschijnlijk ook kinderprijzen. Hoop ik. En niet de volwassen prijzen. Tot 37. En jij hebt maatje 36, Noah. Ik kan ook hier. Dus je kan ook hier kijken, inderdaad. Alsjeblieft. Kom ik lekker met je mee. Nou, spannend. Dit is veel te groot. Je hebt gewoon nog maatje 35,5. Ik weet niet hoe je erbij komt dat je maatje 36 hebt. Wat heb je gezien, Noah? Nou, dit zijn de schoenen die Noah heeft uitgekozen. Deze zijn van mij en daar ben ik hartstikke blij mee. En ik heb ook nog een setting spray voor mijn make-up van Charlotte Tilbury. Het is gewoon heel goed als je hebt opgemaakt, als je daarna even een setting spray zet. Zoals nu heb ik eventjes een soft glam. Ik ben mijn mascara vergeten te kopen. Omdat ik natuurlijk met Genoa in de stad was. En als ik met Genoa in de stad ben, dan is het wanneer hij zijn spullen heeft. Wanneer gaan we naar huis? Mijn benen zijn moe. Ik heb honger. Ik wil thuis eten. Ik wil niet hier zitten. Ik eet het wel terwijl ik loop. We hebben ook nog gebak gehaald. Genoa die had een chocolademuffin en die is al bijna op. Hij zit hier. En ik heb een slagroom tompoes. Like, hallo? Oh my god. Hoe lekker is dat? Ik heb dat zo lang niet gegeten. Normaal is het tompoes toch met een soort van puddingachtige smaak. Nee, die krompoes. Oh, is dat een krompoes? Nee, maar vroeger had je ook gewoon tompoes. Die ken ik wel vroeger. Dat was, of was het altijd al met slagroom? Ik ben door de war. Maar in ieder geval, ik heb een slagroom tompoes en ik ga erin. Heerlijk, ik kan het niet genieten van mijn tompoes. De bel ging dus. Het was een pakketje van de Shein. Of Shein, I don't know. Shein. Van Shein, Noe? Ja, de Shein. Oké, hallo. Hi, who's this? Who's this girl? Kleine jurkje, lekker lang. Dit is ook een leuk jurkje. Oeh, dat is echt mijn favoriete kleur. Ja, hier was ik dus heel erg benieuwd naar. Van een zonnetje, oh my god. Ik vind het helemaal het einde. Nou, laatste nog. Oranje, dit is echt bright. Je kan me niet missen als ik dit aan heb. Nou, dat was een beetje een kleine fashion haul / shopping haul. Genoa en ik die gaan vandaag nog naar de bioscoop. We gaan naar de film. Welke film gaan we, Genoa? Garfield. Ja, we gaan naar Garfield. Naast de paté zit ook Happy Italy en ook nog zo'n game haul. Dus maar jij vindt het echt heel warm. Ah, het valt wel in. Ja, we hebben altijd honger op dat tijdstip. Dat is al nu alles lang. Dus dan gaan we daar ook nog even heen om te eten. Oh, dit heb ik ook nog. Dat heb ik nog vergeten. Een nieuwe iPhone case. Oeh, kijk eens hoe leuk dat ik besteld jou. Want ik wilde heel graag een nieuwe case. By the way, waar gaan jullie naartoe op vakantie? Laat het even weten in de comments. Genoa en ik gaan naar Madrid. Daar weten jullie het alvast. Ik ga naar Madrid. Genoa en ik die gaan nog even lekker verder ontspannen. Hij is nu even aan het game op de iPad. Ik ga dit allemaal opruimen. En dan zien wij jullie alweer over een uurtje. We zijn in de auto en we zijn onderweg naar de film. Maar de film was 18 minuten geleden al begonnen. Dus we zijn een beetje laat. Nou jongens, het is nu ongeveer bijna 4 uur. De film is echt al heel lang geleden begonnen. We gaan kijken of we nog naar binnen mogen. En anders wachten op de volgende voorstelling. Helaas, niet meer toegang. En we mogen weer naar binnen. We hebben een andere voorstelling van 4:30. In plaats van 4:50. Dus we gaan nu even wat snacks kiezen. Wat ga jij nemen, Genoa? Garnacho.
Nacho? Yes. Oké. Okay. En ik wil een Starbucks, of course. Hallo. Ja, ik ga voor een kleine, want na de film wil ik nog lekker een pastaatje eten bij Happy Italy. Nou, ik ga dus deze lemon proberen. Het staat wel zero sugar. Maar we gaan het zien. Ik hoop dat het lekker is. Jij hebt het dubbel fris. Een dubbel bubbel fris. Ik weet niet of de zaal al ready is. Is die al open? Nee, zie je, ze lopen er net uit. Jongens, Genoa vraagt mij of ik dat in de prullenbak wil gooien. Kijk wat ik hier allemaal vasthoud. En dan vraagt hij me of ik dat papiertje weg kan gooien. Nobody ask you, what do you mean? I'm literally standing. Stop. Cap, cap, cap. Nou, wij zijn de eerste. Yay! Nou jongens, wij gaan wachten totdat de film begint. We zijn een beetje vroeg. We zijn de eerste. Ik zie jullie wel zodra de film is afgelopen met een review. De film was echt leuk. Klein beetje een emotionele film, beetje. Ja. Maar de rest is wel gewoon heel leuk en spannend. Nou, mooi. Nou, we hebben genoten. We gaan nu eventjes richting Happy Italy, want ik heb honger. Het is ook alweer bij de kwart over zes of half zeven. Ik wil eigenlijk gewoon door drinken. I'm hungry. So let's Jongens, we zijn zoals je ziet weer thuis. Want er was ten eerste een rij bij Happy Italy. En ten tweede, uit ervaring weten we al dat we altijd lang moeten wachten bij Happy Italy. Dus ja, Janelle kijkt me al zo aan van told you so. Dus zijn we thuis. En inspired by Garfield gaan we dus vandaag lasagne maken. Dus ik neem jullie even mee in het proces van de lasagne. Let's start!